Dingen klinken wel fris nog steeds. Het klinkt nog steeds fris. Russian Spy. En ook die. Ik heb wel nog wat dingen van Focus teruggeluisterd en Brainbox. Ja. En het klinkt nog steeds. Brainbox is mijn. Dat vind ik de beste CD eigenlijk. Ja? Ja. Focus is er eigenlijk een slap afruksel van. Behalve dan dat het dan semi-klassiek is. Ja. Ja. Een soort vehikel. Ik werd uit Brainbox gezet. Ja. En. Toen bleek er niks anders, was er niks anders over wat dan een beetje interessant was, want ik had geen zin om de rest van mijn leven de blues te blijven spelen van jongens, ja. Sorry dat ik geboren ben, dat heb ik niet in me. Ja. Nee. Nou, ik vond wel zeg maar dat wat je met Focus gedaan hebt, misschien is... Ja zeker, het probleem ligt niet in de muziek. Nee, het is dat... Ben je gek? Nee, als je dat nu nog hoort dan is het echt ja, tuurlijk. Super fris. Ja. Ja. Dank je. Ja, nee, ben ik. Het is 8 jaar geleden dat je vorige album hebt uitgebracht. Ja. Als jij zeg maar, hoe werk jij? Je hebt nu in 2019 heb je een nieuw album, breng je nu uit. Schrijf je altijd of ga je er echt voor zitten? Of zijn het nummers zeg maar, van de afgelopen 9 jaar? Die nummers die nu op staan? Zoiets, ja. En het zijn er maar 12 dan die er in deze cd staan. Ja. En er zijn wel duizenden stukken, nou duizenden een beetje overdreven, maar wel minstens 500 stukken zo. Ja. En dan is het nog moeilijk om daar iets te zoeken wat ik gewoon wel goed vind, wat bij elkaar past. Het is een soort eenheid probeert te creëren in diversiteit. Want het zijn allemaal verschillende stukken. Ja. Al die cd's die ik heb gemaakt, er zit er niet één tussen die gelijk is. Maar waar let je dan op? Zeg maar, als je die stukken aan elkaar... Nou, dat is vrij organisch. Maar ja. Het moet wel een beetje breed blijven. Ja. En waar ik op let is de flow van de show, waar ik zeg. Maar dat het loopt, daar let ik op. Dat het een soort natuurlijk organische, dansbare, al is het Sinterklaas kapoentje als het maar dansbaar is. Ja. Daar let ik op. En het album heet Close Beauty en het is ook een stuk. Of je had een nummer. Ja. Was dat al vanaf het begin, toen je Close Beauty had, dat je dacht van, hey, dit is hetgene wat sowieso op de album komt? Ja, ja. Ja. Kun je ons, wanneer schreef je dat? Wat dacht je toen? Oh, dat is al een jaar of 5, 6 geleden. Ja. Dat komt niet zomaar aanwaaien hoor. Het is echt een hoop gemierenneuk, zeg maar, om het zomaar te zeggen. Ja. Zeg, op de vierkante millimeter, ieder nootje moet je afwegen. Ja. Ieder akkoord wat... Ik heb me laten inspireren door Schoenberg, gek genoeg. Die had, voordat meneer Hitler aan de macht kwam, maakte die prachtige, schitterende muziek. De Goerenlieder. En daar heeft het een beetje verband mee. Kun je iets meer uitleggen en meenemen? Zeg maar, wat voor het Hitler aan de macht kwam was 1933? Was het zeg maar, je had de Weimar Republiek. Was hij daarvan? Ja. Hoe bedoel je? Nou, zeg maar, als je zegt van ik laat me inspireren, hoe gaat het? Zeg maar? Je luistert die muziek en kun je ons iets meer meenemen in wat voor soort muziek dat is? Die Schoenberg? Ja, in feite interesseert het me niet wat voor muziek het is. Het interesseert me van wat doet het met me? Ja. Wat zie ik daar zelf in? Wat begrijp ik ervan? En dat probeer ik te vertalen naar rock'n'roll, of hoe je het wil noemen, fusion. Ik heb nog nooit één ding recht kunnen spelen, bij wijze van spreken. Alleen dan deze composities, die zijn wel rechtdoor. Gewoon gekend, klaar, zitten. Net zo lang ploeteren. Tot het moment suprême. En dan roei je erheen en dan gaat hij los. Ik wil even terug naar het gevoel wat je kreeg met die stukken van Schoenberg. Wat voor gevoel gaf je dat? Wat is het? Wat voor gevoel gaven die stukken van Schoenberg, wat voor gevoel gaf je dat? Hoe heb je het... Nou, als je goed luistert naar Close Beauty, krijg je ook een soort idee van... Er is zelfs een film op YouTube te zien, over de Goerenlieder. En er zijn allemaal prachtige mooie bergweiden en vogeltjes. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het is natuurlijk ook puur erotiek. Alleen als je er 10 centimeter vanaf staat, dan zie je niet dat het een koe is, bij wijze van spreken. Ja. En dat is een van de inspiratiebronnen. Welke andere stukken of muziekwerk heeft je geïnspireerd voor dit album?
Ja, bedoel je de Schoenberg? Ja, bijvoorbeeld wat je zegt, nee. Schoenberg was Close Beauty. Nee, dat is alleen maar Close Beauty eigenlijk geweest. Ja. Maar het tweede, of het eerste stuk, is eigenlijk gewoon geïmproviseerd. Maar wel geïmproviseerd door Miles Davis bijvoorbeeld. Die live performance in Parijs in 1987, dacht ik. Als het goed heb, worden wij het niet zeker. En daar heeft hij een opbouw in een stuk, ook één akkoord. Ik weet niet eens hoe het heet. Maar het is alleen wat me bij is gebleven, is de opbouw van het stuk. Het gaat helemaal vanaf nul. En er wordt doorheen gesoleerd door die saxofonist. Te gek. Maar ik heb dat op mijn manier proberen op te lossen. Op een signature gitaar, die hebben ze voor me gebouwd. Eigenlijk een kopie van Django Reinhardt gitaar, deed die 32, 1-1. Ik denk, hé, dat klinkt heel erg mooi. Bijna flamenco, bijna Arabisch, maar het is gewoon een scale die ik gebruik. Half diminished. Ja, heel half. Ja. Ja. En dat maakt het de song, en omdat het op één akkoord staat, vind ik het juist dat hele mooie meditatieve, spirituele, privé gebeuren. Ja. Je bent nu 72. Je speelt al heel lang. Te kijken. Je speelt al heel lang gitaar. Wat ik me nog even afvroeg, even een stapje terug. Je was begonnen op accordeon. Ja. Dat moment, zeg maar, van accordeon naar gitaar. Ja, dat vond ik zelf ook gek. Want hoe is dat gebeurd? Ja, dat Zigeunerkamp, halfweg. En bij mijn ouders thuis hadden ze wel een cd, of een LP natuurlijk, van Django. Draaide die oude heer van mij wel. Ja. Maar goed, de accordeon was natuurlijk het nationale luchtverdeler. En ik ben natuurlijk opgegroeid midden op de oude Jodenbuurt, Raamgracht. En om de hoek had je dus de Hoerenbuurt. En daar speelde gewoon Johnny Meijer, Koen van Orsau, Tante Leen. En dat waren echt wel goede accordeonisten, hoor. Dus ik was daar in eerste instantie hevig door geïnspireerd natuurlijk. Wat deed die muziek met jou als jongen, als jonge jongen? Wat het deed? Ja. Vrijheid, blij. Terwijl ze over dood en verderf zongen, maar bij mij kwam het altijd heel bevrijdend over. Ja. Heel gek eigenlijk. Hè? Maar het is al wat eerder begonnen, hoor. Ik was een jaar of twee, toen kreeg ik van mijn oma een babypianootje. En ze hadden alle zwarte toetsen waren erop geschilderd en alle witte toetsen die. Het was precies de toonladder van C. Ik ben geboren aan de voet van de Zuiden Toren. En die speelde iedere ochtend Vader Jacob. Frères Jacques. En precies. Dus toch weer die kerk natuurlijk. Ja. Dus 2 jaar. En uiteindelijk, je zegt van dat Zigeunerkamp een halfweg. Hoe kwam je daar in aanraking met de gitaar? Mijn vader die had een zaak op Waterlooplein. Lompen, oude metalen en oude auto's. En je weet, zigeuner komen, dus ook allemaal handelaren. En op een gegeven moment weet ik wel dat ik zou les krijgen. Ik kreeg les van Taplo Rozenberg, accordeon. En toen hoorde ik daar dus oma Django weer voorbij komen. Ik dacht, hé, hier klopt iets niet. En toen ben je. De smid, vlak om de hoek op de Raamgracht, ja. Die had een gitaar hangen in de smidsen. Ja. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste akkoorden gedeeld. Zomaar uit het blauwe. Oh, een heel oud ding, oude Egmond of zo. Ja. En het bloed zat ook op de klankkast van het spelen. En dan, ja. Maar ik moest het dan meteen weer wegleggen, want ik mocht natuurlijk die accordeon niet aan de kant gooien. Want die ouwe had net een accordeon gekocht van duizenden gulden was dat toen. Dat is duur. Dat was toen ontzettend duur. Ja. Maar die ouwe die gaf natuurlijk nergens om. Die zwart geld, hoe bedoel je? Ja. Maar ze altijd eerlijk, zelfs als die loog.
ja. Maar die gitaar, heb je dan, wanneer heb je het hem wel laten, wanneer heb je hem wel gezegd van nou, ik wil de gitaar en ik wil niet de accordeon? Het mooiste is dat hij was altijd in de weer met de gitaar, dat was van Bobby Spaan, die woonde bij ons een paar huizen verderop. En die zat in een trio, die heette de Three Hearts. En die had een Otwin gitaar volgens mij. En die heeft die oude van mij helemaal afgekrapt. En weer geschilderd. En dat ging altijd bovenop de kast. Want ik mocht er niet bij komen, want dat mocht natuurlijk niet. Toen was ik nog maar een jaar of 5, 6. Maar verbazing is nog groter. Toen na een jaar of 10 na zijn dood, dat mijn tante die liet een foto zien. Waar die zit te spelen in zijn zigeunerbandje. Gitaar. Dan kijk je toch wel, hè, raar eigenlijk, dat je dan toch voor dat instrument kiest. Terwijl die er nooit de mond open heeft gedaan. Maar er was geen geld opbracht, dat vonden ze natuurlijk niet goed. Wanneer is hij overleden, jouw vader? Wat was belangrijk? Wanneer is hij overleden, jouw vader? Oh, 86. 86. Ja. Dus hoe vond hij het, zeg maar, dat jij uiteindelijk dan daarin carrière maakte? Snap jij het? Ja, carrière. Ik heb me altijd verbaasd over het woord carrière. Nou, in ieder geval dat je daarmee dan muziek, dat je uiteindelijk je brood kon verdienen. En dat ja, ook daar heb ik nooit over nagedacht. Stom genoeg. Ja. Echt, ik ben vanaf dat ik mogen hopen, heb ik met muziek bezig gegaan. Op een of andere manier is dat altijd zo, gewoon zo gelopen. Maar wat? Dat is misschien wel een van de meest succesvolle mislukkingen van mijn leven. Ja, dit is toch geen mislukking? Nee, precies. Nee. Maar ik zeg ook succesvol bij. Ja, hè? Ja. Als we dan zeg maar even teruggaan. Heb jij, toen we het Zigeunerkamp, heb je geleerd hoe heel belangrijk is voor jou Gerard Gest geweest? Ontzettend belangrijk. Gerard, die, hoe weet je dat? Ik heb research gedaan. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Nou, Gerard, ik ben getest geworden voor het conservatorium in Zweling. Ja. Ik geloof nog een studiebeurs gehad, weet ik veel wat. En ik moest een hogere opleiding hebben, dus ik heb nog een jaar of 3, 4 wiskunde gedaan. Dus instituut Schreuder, naast de PC Hoofd. Allemaal van die kaklaars, maar goed. En je hebt het ook niet gehaald, hoor, want ik verveelde me dood. Het duurde me te lang. Ja. En toen ben ik getest door het conservatorium, door Eduard van Rooijen en nog een of andere kansarm, ik weet niet meer. En toen kreeg ik een studiebeurs en een leraar aangewezen. Want ik had geen piano, niks, ik was nergens voor te porren. En voor gitaar, klassiek, had je dus lange nagels nodig aan je rechterhand. Dan kun je niet piano gaan zitten spelen, misschien wel een wuttel, een klarinet of zo, weet ik veel wat. Toen heb ik een tijdje saxofoon gespeeld, maar goed. Dat had bij mij geen zin, want ik vond het helemaal niks, maar goed. En Gerard, die begreep mij ergens wel, want die speelde me vaak stukken voor. Van Soro, van Carulli of wat dan ook. Want ik zag die balletjes van gaan, maar ik ben zo dyslectisch als de pest. Daar kom ik naar de rand pas achter. En dan speelde hij me voor en dan speelde ik het gewoon precies na. En dan liep de deur uit en was het weer vergeten. Maar hij hield me wel mijn hand boven mijn hoofd voor die studiebeurs natuurlijk. En dat heb ik gewoon 4 jaar volgehouden, of 4, 5 jaar. Hoe belangrijk is die scholing geweest? Die ontzettend belangrijk. Je leert natuurlijk techniek, harmonie leert, maar dat harmonisch had natuurlijk ook via die accordeon. Je speelde dus bassen en melodie tegelijk en dat kunnen niet veel gitaristen. Ja, oké. Okay. Een paar. Ja, precies, volgende. Ja, ja. Maar die, ja, wat ik dan wel grappig vind, zeg maar, dat je heel klassiek geschoold bent en wat ook, zeg maar, ook in je werk. Nee hoor, mijn achtergrond is rock'n'roll. Nee, maar ik bedoel als en accordeon. Nee, dat bedoel ik, maar maar die 4 jaren, zeg maar, ben je wel heel erg. Je achtergrond was dan accordeon en gitaar. Ja, en uiteindelijk heb je op dat conservatorium, heb je dan een paar jaar, klassieke school. Nou, wat me opviel is dat ze allemaal een bril op hadden. Binnenkwam. Wat is hetgene, Jan, wat jij zegt? Nou, kroken, maar dat is een andere achtergrond. Maar dat jij, je was begonnen, je werd, wat je zei, ik
sinds ik mijn ogen opende, was ik met muziek bezig. Ja. Wat trok jou in muziek? Wat trekt jou nog steeds in muziek? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ligt aan mijn moeder. Mijn vader zei altijd goedemorgen en de rest zei hij. En wat? Nou, daar moet je maar even over nadenken dan. Ja, je zei goedemorgen en de rest azijn. Zei je dat? Ja. Mijn vader zei altijd, ik hoef alleen maar goedemorgen te zeggen. De rest zegt zij. Oh, zegt zij, ja. En ik vond het sowieso de hele... Ik ben dus echt de achterbuurt, zei dat. Alhoewel de oude Jodenbuurt vond geen achterbuurt. Nu helemaal niet natuurlijk. Het zijn allemaal van die jippen die zitten. Ja. Maar Vrij Nederland zat er ook naast, hoor. Ja. Toen ik daar woonde. En mijn tante woonde aan de straat verder, de Zandstraat. En mijn opa en oma woonden nog boven garage Rotschever. Nou, Corine Rotschever was toen Miss World. Nou, je kunt natuurlijk slechtere voorbeelden nemen. Ja. Maar wat zei jouw moeder dan tegen jou toen jij klein was? Wat, toen ik? Toen jij klein was, wat zei jouw moeder? Ik bedoel, wat zei ze over de muziek? Wat zei ze over... Nou, wat ze altijd zei is van, speel eens een keertje wat normaals. Speel eens wat moois. Want ik was altijd aan het experimenteren en te fiedelen en aan het doen. En, ja. Nou, maar dat paste toen al niet in de goede gemeente, nee. Ja. Wat dat betreft ben ik wel aardig bijgeschaafd. Ja, toch? Jawel. Ja. Even terug naar het werk. Het valt me op dat op het eind van het album heb je French Pride, Fromage, Meanwhile in Saint-Tropez. Ja. Wat heb jij met het zuiden, zeg maar, met Frans en de Riviera streken? Ik vind het een mooie streek. Heel veel rondganger. Oostenrijk ook trouwens, hoor. Maar ik vond Saint-Tropez, het kwam zo bij me op. Dat een beetje carefree gevoel. Zo van... En welke periode heb je daar veel rondgehangen? Bedoel je die titel? Nee, als in wat je zegt van ik heb daar altijd veel rondgehangen, carefree. Welke periode in je leven was dat? Ja, nou, eigenlijk iedere periode wel. Nog steeds wel, ja. Ieder jaar... paar weken daar uithangen, als het even kan. Want wat geeft jou dat, zeg maar, die plek? Frankrijk, ik weet het niet. Ze hebben me doopzeel gelicht. Een hele, noem je dat, een hele lijst van voorgangers, hoe noem je dat? Voorvaderen. Ja, een burgerlijke staat. Een burgerlijke stand, ja. Die gaat helemaal terug tot aan Karel de Grote. Dus je kon dat... Allemaal via Frankrijk, allemaal Fransen, van mijn oma's kant. Ja. Ja. Allemaal Franse familie van mijn vaders kant. Dat is ook mijn vaders kant dus. Mijn moeders kant, dat zijn allemaal vrijgevochten, allemaal binnenvaartschippers. Dus die wou graag een mooi muziekje horen. Ja, dat zat er natuurlijk niet in. Ja. Als je bij de Brederodes terechtkomt, dat is ook allemaal familie weer van heel ver. Ja, dus Frankrijk zit zeg maar ook in jouw... In jouw genen. Nee. Ja. Wat zeggen ze? Ja, en heb jij, als je zeg maar die stukken schrijft, bijvoorbeeld je hebt dan Fromage, French Pride, heb je dan, wanneer, hoe bepaal je dan hoe het stuk gaat heten? De titel? Ik weet het niet. Dat stuk, dat Fromage, dat is eigenlijk een soort hommage aan Bibi. Vind ik. Die heb ik in één keer ingespeeld. En de feel is voor mij Bibi. Maar ik wou het stuk Fromage à trois. Noemen. Een beetje een dubbele betekenis natuurlijk. Maar ik bedoelde daarmee de drie kings. Dus Bibi, Freddy en Albert King. Ik bedoel, dat zijn toch mensen die iets te gek neer hebben gezet. Ja. Het is maar één facet natuurlijk van gitaar spelen, maar het is wel een heel belangrijke. Ja. Wat maakte Bibi... Maar ik had het vergeten door te geven aan de platenmaatschappij. Ja. Het is Fromage gebleven. Ja, precies, ja. Bij deze dus dan... Dus kaas, weet je wel, vlak naast Edam. Zo ook lekker. Mag ook. Als je dat speelt, zeg maar, het deed je denken aan Bibi. Wat specifiek doet je denken dan aan Bibi als je dat speelt? Nou, dan moet je nog een keertje luisteren. Ja. Nee, maar goed, ik vind het leuk als jij dat, zeg maar, dat... Wat... Het zijn buigingen natuurlijk. Ja. Ja. En die vlinder, de butterfly. Ja. En dan niet explosief nadoen, want dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik ben niet een nadoende. Nee, je interpreteert zelf. Juist. Ja. Meanwhile in,
in Saint-Tropez, je zei van nou, daar kwam ik vaak, dat vrijgevocht gevoel. Dat stuk, zeg maar, wat is, hoe is dat ontstaan? Nou, misschien zit dat ook wel in mijn genen. Ik ben een hele voorfamilie, net zoals de grote. Ik kom allemaal uit Noord-Frankrijk, vanaf de 12e eeuw. Ja. Heel gek. Mijn moeder is half Frans, half Belgisch, geboren in Gent. Is verkocht voor 1 gulden aan de nonnetjes. Ik bedoel, hoe we in het bluesverhaal hebben, dat is een bluesverhaal. Verkocht worden voor 1 gulden aan de nonnetjes. En dan moesten ze dus midden in de winter, -12, -13, moesten ze op hun knietjes en wezen groetjes. En als je nou dat stuk alleen in de rondte ziet lopen in Rome, dan denk ik zo. Heb jij... Ik krijg een soort, toch wel een soort, ja, gezonde weerstand. Ja, ja. Dat begrijp ik. Ja. En dat gaf jouw moeder ook, zeg maar, heel duidelijk aan jou toen jij klein was, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Maar dat vrijgevochten, zit dat in jouw beide ouders of zit dat alleen in je moeder of ook? Nou, mijn vader was wel echt avontuurlijk, ja. Ja. Boksen, motorracen, gitaarspelen, waar hij nooit, kwam pas 10 jaar na zijn dood achter. Ja. Maar waarom heb je dat nooit gezegd? Weet jij het? Ik weet het niet. Het is gewoon een rare man geweest. Toen je dat zag, zeg maar, die foto 10 jaar na zijn dood, wat dacht je toen? Ja, want hij zei alleen goedemorgen dus. Precies. Ja. Wat is voor jou, zeg maar, als jij deze plaatje, al die 12 stukken die doet, welke stukken zijn meer speciaal voor jou, waar je zegt van, nou, daar heb ik binding mee? Ja, echt binding? Alle met alle stukken. Alles, ja. Anders zou ik ze niet maken. Nee, dat begrijp ik. Maar zijn er een paar die misschien iets meer eruit springen, of zijn ze allemaal gelijk? Nou, er zijn dingen die zijn wat vrij blijzonder, ja. Zoals French Pride. Ik weet mijn god niet hoe het erop mee gekomen. Ja. Dus het is eigenlijk voor een film geweest, volgens mij. En ik vond, het lag op de plank, ik vond het gewoon een mooi stuk, want het zijn alleen maar akkoorden die ik speel. Geen solo of wat dan ook. Met een goede ritme eronder. En een goed gegeven qua harmonisch gegeven wat je kunt doen op een gitaar. Klaar. Ja. Ja. Dus ik vind het heel interessant. Ja. Dus er wordt geen solo gespeeld, alleen maar akkoorden. De enige solo die er gespeeld wordt, is het tussenstukje, dus Koen, de organist, pianist en de producer. Ik weet niet of het zo is, hoor, want ik ben, maar had je vroeger, zeg maar, kun je dit nu ook, is dit stuk wat je nu gemaakt hebt dan, zeg maar, die French Pride, dat alleen akkoorden zijn, had je dat 40 jaar geleden kunnen schrijven en op plaat kunnen zetten? Of moest het dan meer echt solo werk zijn? Maar daar denk ik niet over na, joh. Van wat nou wel moet en wat nou niet moet. Nee, nee, dat zit me niks. Nou, ik bedoel meer zoiets van dat je het nu... Het is zo gekomen, het is gewoon heel organisch, klaar. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat ik van al mijn stukjes kan zeggen, hoor. Ik heb dus een box met 26 cd's en dus niet één hetzelfde. Niet één. Ja. En dat vind ik juist leuk, om juist die diversiteit als eenheid te presenteren. Ja, want is het een soort fusion in de pure vorm. Ja, maar het is dus wel ergens een eenheid, zeg je. Die eenheid, ja, het is een eenheid. Het is een eenheid. Zoek je. Omdat dus een hoop mensen zeggen van, ja, je verandert zoveel van stijl en dit en dat en dat. Dat is helemaal niet waar. Mijn stijl blijft gewoon hetzelfde. Ik verander de achtergrond veel. Ja. Dat vind ik het interessante erom. Ja. Alleen die stijl, weet je, het is niet om mij nou te vertellen van wat en hoe. Maar meestal... Nou ja, laten we daar maar bij laten. Okay. Laatste vraag. Sunset Tango van Michael Cheval. De eerste keer dat je dat werk zag, waar was dat? Op een website over schilders, kunstschilders. Want ik ben gek op schilders. Ik vind schilders mooi. En vooral... Ja, sommige dingen vind ik echt lelijk. Ik vind het bijna net zo lelijk als... ja. Maar... ik hou van beauty in die zin van, als je Dalí neemt, die noemde Vermeer zijn meester.
waar hij dus de techniek van had. Als je het daarin bekijkt, is ook technisch perfect. Maar aan de andere kant is het ook weer zo dat je hebt Karel Appel, waar ik ook een documentaire over zag, NPO dacht ik. Op een gegeven moment had hij twee witte ballen geschilderd. En dat moest het bezoek van de paus in Auschwitz voorstellen. En dan ging hij erover vertellen. Dan vertelde hij ook dat die paus die ging kwam dan binnen en dan ging hij op de grond liggen. En zo. Want er dichtte al een traan achter zijn bril. En toen begreep ik ineens zijn uitdrukking wel van, ja, ik rots hem maar wat aan. Want uiteindelijk maakt het niet zoveel uit van wat er uit je handen komt, maar waar je voor staat. Dat zag ik in hem. Ja. Wat niet zegt dat ik zijn schilderkunst mooi vind. Ja. Maar dat hoeft niet per se. We hebben die Sunset Tango. Maar dat vind ik van Michael Chaval wel. Het is technisch perfect en het is een beetje absurdistisch. Ja. Daar hou ik van. Ja. En wanneer besloot je zeg maar dat dit de hoes zou worden? Wanneer ik dat besloten heb? Ja? Al meteen al. Toen ik dat schilderij zag. Ja, dit is het. Dit dekt de lading van deze cd. Kun je iets meer uitleggen zeg maar, wat je dan ziet en wat de lading dekt? Ten eerste wel, ik hou van de dans op zich. Ja. Ik hou van dansmuziek, ik hou van soul, ik hou van R&B. Dus, maar het absurdistische van die dans bij de zee, ik bedoel, ik woon op Volendam. Ik zit hier over het ei te kijken, ik heb altijd een beetje water om me heen graag. En dan heeft hij mij keurig netjes ook als figuur tussen geschilderd. Nou, dat vond ik erg sympathiek. En dat is, voor mij is de marriage made in heaven. Dat had ik al 40 jaar eerder moeten doen. Maar ja, toen bestond hij waarschijnlijk nog niet eens. Dus misschien ga je meer met hem doen? Ja. Wat ga je meer met hem doen? Nou, eens kijken wat de rest te bieden heeft qua schilderwerk. Want ik vind hem technisch perfect. Ik vind zijn voorstelling mooi. Een beetje absurdistisch, een beetje elfjesachtig soms. Maar er zit ook hele mooie... Ja... ideeën, mooie ideeën tussen. Absurdistische ideeën, dus die tango bij de zee is gewoon absurdistisch, hoe je het ook wendt of keert, maar wel technisch uitgevoerd op een manier van zo. Dit is geen prutser. Maar ga je samen met hem iets maken of ga je... Nee, ik laat hem volledig vrij daarin. Of ik kies straks een van zijn schilderijen, want hij blijft maar produceren, die man die honderden schilderijen. Er zit altijd wel wat tussen wat ik denk van, hey. Maar zou je dan niet zeg maar, dat hij maakt schilderijen en jij maakt daar je muziek onder? Dat gebeurt ook wel, maar niet bij Michael. Daar ken ik hem niet zo lang voor. Ik zag hem op het internet staan, een jaar of twee geleden. Tussen wel 800 andere schilderijen, een soort blog over schilders. Russische schilders gewoon. En ook Amerikanen, alles eigenlijk. Maar hij sprong er meteen uit bij mij. Ik vond het gewoon, hey. Dit is wel wat ik, de grote tovenaar. Dus je gaat, zijn werk gaat meer terugkomen binnen jouw muziek? Of? Nou, nu wel. Okay. Dankjewel. Oké. Okay.